Oké, okay, we gaan het ook één keer proberen. Volgens mij moet ik daar van... Laat maar. Yo, gamefans van Nederland en omstreken. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Happy Wheels. Hier op Cortex Gaming. Ik heb er gewoon weer zin in. De vorige aflevering is... vreselijk goed bevallen volgens mij. Ik dacht, oké, okay, ik vind het een leuk filmpje inderdaad. Maar ik wist niet dat jullie het ook zo leuk zouden vinden. En daar ben ik heel erg blij mee, want ik wil dit heel graag doen. Ik vind dit spel echt tof om te spelen. Dus we gaan er gewoon verder in duiken deze week, I guess. Want ik denk dat ik dit filmpje standaard naar zaterdag ga verplaatsen misschien. Weet ik niet zeker, moet ik eventjes kijken wat ik ermee ga doen. Maar we gaan weer gewoon een shitlading een nieuwe level spelen deze week. We gaan weer mensen laten ontploffen, breken, op laten leegbloeden op allerlei vreselijke manieren. Dus let's go with Happy Wheels. You can't kill Jim B. Wedden dat ik dat kan. A day in a life of a special agent, but even the best agent can't kill Jim. Bonacci? Wie is Bonacci? Oké, let's play! Oh, hoe werkt het ook alweer? Oh god. Let's go. Oh, mijn muis in het veld. You can't kill me. Moet jij eens opletten. Was that it? Hoe werkt dit? Oké, okay, rustig aan. You can't kill me. Nee, dat gaat niet, want ik spring er overheen. Juist. I have so much to tell you. Wat was dat? Oké, okay, dat laatste level creeped me out. Dus we gaan gewoon lekker een sword throw doen. Fuck it. Pak één zwaard. Eén. Nee, je moet er bovenop leggen. Zo. Dan één. Nee, één. Ik zeg één. Oké, dan pak je de meerdere. Dit blijft leuk. Pokie, 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 pokie. Ik heb jou zojuist besneden. Doei. Ik zei toei. Ja, ga weg dan. Oh, jezus. Blijf nou niet hangen. Come on. Ga weg. Je moet vallen. Ja, ik weet het, het doet pijn. Ik snap het echt wel, jongen. Maar laat je nou maar zo, laat je gewoon vallen. Weet je, hier. Neem er nog eentje bij. En nog eentje. En nog eentje. En nog eentje. En ben je al dood genoeg? Nee, nog eentje meer dan? Oké, okay, alsjeblieft. Tada, ta ta da. Oké, okay, dit keer gaan we het wel goed doen. What the fuck? Hij is dood in ieder geval. Kom op. Gooi je. Niet laten vallen. Goed zo. En... Doei, Santa. Oh, nee. Your evil twin. I killed my evil twin. En mezelf. What a day at the office. Ik voel me net een fucking yo-yo. Ah. Ta-ta-ta. Oké, nog één keer. Ik hou van sword throws. Echt waar. Doei, Santa. Ik zei doei, Santa. Uh-oh. I got ass blasted in a million pieces! Come on, I wanna do this! I wanna do this right! Doei! Next! No. What the fuck? Die gasten worden vanzelf afgemaakt. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow to the toe. Nee! Oh, fuck yourself! Oh! Hoe breek je je been in zo'n situatie? Serieus? Come on, nog één keer. Ik wil nog een keer mijn evil twin vermoorden en dan een keertje goed vallen. Want ik moet daar in die finish terechtkomen. En lag! Oké, ik krijg ineens 10 frames, 9 frames per seconde. Wat is dit? What the fuck gebeurt hier? Slow motion sword throw! Fuck yeah! Huh? Oh! Cool. No. Weg met die fucking mijn! Nee! Sorry. Ouch. Again. Next! 99,9% impossible, you say. Well, we'll see about that. Het ziet er op zich redelijk simpel uit, eigenlijk. Oké, rustig. Daar naartoe. En dan... Yoink!
De mijn ging niet eens af. De mijn had zoiets van, je bent al dood, ik laat je gewoon je gang gaan. Oké, joink. Rustig. Rustig, Jimmy naar voren. Oh no! Ow, dude! Not fair! En joink! Oh, ik zit voor mijn ideale positie. Ik zei het! Ik zei het! 99,9% impossible. 4 tries is all I need. Wat waren het er 4? Ik denk het wel. Yes! Ik word goed in dit spel. Dit level heet easy. Hoe moeilijk kan het zijn? Go! Over de bumps, over de hills, and up the down we go. Babadibam, badam, badam, babadibam. Hey! You killed a little kid! Awesome. And you killed me. Not that easy! No wheelies, no stoppies. Gewoon... rustig. Over de heuvels en door het gras gaan wij naar het ziekenhuis toe. Waarom gaat hij standaard dood? Die knakker kan echt niks hebben! Oh, en jij ook niet! Oké, kom op, nog een keer. Dit is te doen. Dit is echt wel te doen, jongens. Babbidi-bam-pidam-pidam-pidam-pidam-pidam. Die kleine gaat standaard dood. Oké. En niet jezelf vermoorden. Niet te veel flips doen. Kom op. Kom op. Nee! Oh, nee! Nee! Die kant op! Come on! Ga nou de andere kant op! Oké, gebruik zijn bloed als een soort van straal-engine. Yes! I am awesome. Nice! Dit level heet Geronimo! Dus ik denk dat we moeten springen. Dat is alles. Ik hou van die mensen die zoveel tijd in een level steken en dan toch op de top-rated page komen. Ongelooflijk. Oké, dit level heet 9.999.999% impossible. Dat zijn aardig wat procenten, gast. Ik verwacht dood te gaan bij de start, echt waar. Oké, ik ga dus dood bij de start. Dankjewel! Is het überhaupt mogelijk? Nee, ik word gelijk aan de muur gepind. Oké. Stop het! Quit it! Auw, auw, auw. Ik leef nog. Hoe overleef je zoiets? Ik zit vast aan de muur. Auw, hoe overleef je zoiets, jongens? Hebben ze geen pijlen meer? Jawel. Nee, je gut, niet je gut. Ik zit vast! Juist, gebroken. Auw, quit it! Would you just fucking quit it? With the fucking arrows! Kom op, ik kan dit, harpoen is weg. Dat is het ergste. En dat was mijn hoofd. Oké, kom op, er zit een pijl in je reet, een stuk of twee, maakt niet uit. We kunnen dit doen, dit kan, we kunnen dit. Ja, ja, shimmy over, ja, ja. Yes, 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 yes. Yes. Holy shit, we did it. You won't win, you say? I will see about that. You are not good at winning. Oh nee, ik heb anders aardig wat gewoon. Laat maar over. Wacht, volgens mij heb ik het verkeerde karakter. Als je een pogo level maakt, jongens, geef me dan pogo, meneer. Oké, ik kan dus niet kiezen. Hoe moet ik dit doen? Hoe is dit mogelijk? Dit is gewoon letterlijk niet mogelijk. You're not good at winning. You don't say. Ik lig op mijn fucking rug. Oh god. Oh god. Je kan er niks doen, man. Ik kan er niet een muur op rijden. Maak alsjeblieft geen echt onmogelijke levels. Nice! Nice! Ik weet niet waarom, maar ik mag dat kind niet. Damn it! Let's go! Whee! Op de tafel. Flips, 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 flips. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ah joh, benen zijn overrated. Wie heeft ze nodig? Vooral om te fietsen, waar slaat het op? Dat heb je toch niet nodig? Wat? Wat staat daar? You may mess in Joep? Wie is Joep? Ik moet daar naartoe. Daar is de finish. Laat me naar de finish. Come on. Laat me naar de finish gaan. Waarom ga ik over de finish heen? Ik wil naar de finish. Geef me de finish. Ja. Yeah. Auw. But I did it. First try. This is a pogo fight. So let's kill some kids. Shall we? Oké, ik moet volgens mij letterlijk die gasten moet ik gewoon vermoorden, I guess. Alleen sommigen hebben zwaarden. Wie geeft een kind nou een zwaard? Doe je het er niet. Bye. Oh, jij bent dood. Jij bent next. Wat? Oh, ik heb een zwaard in mijn reet. I am the ass killer. Wacht. En... yo,
Bye! Auw! En ik heb een zwaard in mijn gezicht. En joink! Oké, jij mag leven! I granted you my life. Nou, niet de mijne, want ik ga ook gewoon leven. Heb ik dan weer een zwaard? Ik heb het gewoon weer geflikt. Ik ben echt de asskiller. Ik ben de asskiller. Oh my god. Oh no. Oh my god. Dit level is gruwelijk. En ik heb hem weer. Ik ben echt goed in mensen. Ik steek mensen met mijn reet. Dit is geweldig. Damn it. Maar het nadeel is, ik kan niet zo hoog springen nu. Oh. Oh no. Ik heb nu een zwaard aan de voorkant en achterkant. Maar dat is cool. Oh nee, wacht. Het zwaard is eraf gevallen. En ik zit vast. Come on. Ik heb zoveel shit in me nu. Dat is niet normaal. Kom op, ik moet er alleen maar overheen. Ik moet er even overheen. Maar ik kan niet hoog springen nu dat zwaard. Ik zit gewoon vast. Ja, fuck it. What the fuck? Dit is non-stop bloed. Ik vind het geweldig, maar ik kan niet verder. Oh my god. Come on, Mr. Poco Dude. You can do this. En dood. Ik wou hier ervan afbeuken. Laat me er dan vanaf beuken. Please. I headbutted the kid in two. Oh my god. Hoe krijg je zoiets voor elkaar, Jan? Oké, jij bent degene die me telkens... Nee. Vermoord. Dat wou ik zeggen. Jij bent degene die me telkens vermoord. Oké. Dat kind mag leven. Zorg er alsjeblieft voor dat je dat zwaard niet in je reet krijgt. Hoe komisch het ook is. Ik zweer het je, het is vervelend. En hij zit in je nek. Hij zit letterlijk met het handvat in je nek. Zit hij met het handvat? Ja, het is het handvat wat in mijn nek zit. Ga naar de kant. Hier, ik steek je met mijn nekzwaard. Oh, wacht. Ik steek mezelf met mijn nekzwaard. Geweldig. Oké, we hebben deze ronde nog geen bottle run gedaan. Dat hebben we de vorige keer gedaan toen... Ik heb eindelijk de techniek ontdekt. Kleine kindje is inmiddels dood. Zijn hoofd werd eraf gerukt of ontploft. I don't know. Oké, let's go. Come on, come on, come on, come on. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Oh shit, what the fuck was dat? Dat was ineens een gat. Maar dat is niet eerlijk. Oké, come on. En go. Nu was mijn eigen hoofd ineens weg. Come on, go. De truc is om op je achterwiel te blijven zitten. Maar dat werkt niet altijd. Nou. Come on. Oké. Tap it. Goed zo. En door. En ta-ta-da. Ik ben de meester. Ik kan deze shit. Yes. Wat staat er? Oh, niet dat die... Oké, dat dus. Next. Jetpack Wizard. Ik heb nog nooit een jetpack level gedaan. Ik weet niet eens hoe het werkt. Oh, gewoon met spatie. Oké. En het werkt niet zo. Huh? Dit is ineens een ander level. Het is echt hetzelfde level volgens mij nog. Get low when the wizard... Oh, ik... Hè? Oké, come on, focus. Ik moet een beetje laag blijven. Bijna! En volgens mij is het level ook voor Jacksepticeye gemaakt. Er staat like a boss. Volgens mij is 90% van de levels hier gemaakt voor Jacksepticeye. We zijn echt bijna. We kunnen dit. Come on. Oké, dit is hem. Ik voel het. Ik voel spikes in mijn gezicht. Doe je hard. Die kant op. Oké dan. Come on. Doe het nou. Waarom kwam ineens zijn hoofd er vanaf? What the fuck was dat? Zijn hoofd verdween net gewoon ineens. Ah. I quit. Finish. Hard finish, oftewel. Dead, zie, ik heb geen idee. We gaan er gewoon voor. Hi meneer, je hebt mijn armen gestolen. It was very, very hard. Dan vraag ik me alleen af wat die zie is als je naar achter gaat. Zie. Oh, come on. Stukje verder. Kom op, je leeft nog. Ga. Ik wil die andere finish ook hebben. Kom op. Speel ik als de fuck. Waarom speel ik als het kind? Waarom ben ik het kind? Kijk, zijn kleine beentje beweegt. Hij schopt zijn eigen kleine beentje naar voren. Dad. Get out of my way. Ga weg. Paap. Je ligt in de weg. Paap. Oh, fuck it.
Dit is Ash Pogo Extreme. Ik heb het gevoel dat het voor een YouTuber is gemaakt, maar ik ken hem niet. Dus we gaan hem gewoon zelf spelen. Ik ga niet al die shit lezen. We gaan gewoon Pogo springen. Ik hou van Pogo levels. Ik weet niet waarom, maar deze gast echt mijn favoriete karakter van het hele spel. Nou, that's easy. More like it. Oké, dat staat me niet aan. What the fuck? Dat faalde. Ik zit vast. Ik zit vast! Let me out of here! Come on! Houston! You got a little tiny bit of a problem. Oké, we gaan het ook één keer proberen. Volgens mij moet ik daarvan... Laat maar. Oké, nog één keer dan. Stom kutblokje. En eroverheen. Deze serie zegt gewoon een hele hoop mij gaan. Waarschijnlijk. Joink! Nee, nee. Au. Oké, meneer schiet, meneer niet schieten. Of. Dat ding kan mij volgens mij nooit. Gewoon standaard nooit raken, volgens mij, of wel? Oké, ik moet hier naartoe gaan. Hier onderdoor zo. En dan moet ik er denk ik zo hier van af. En dan moet ik gaan wiggelen. Wiggle! Come on, wiggle. 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 Oké, dit werkt niet. Oké, we spelen eens een keer een rope swing. Heb ik nog nooit gedaan. Ik weet dat ik los moet laten. En dan op het juiste moment het touw moet grijpen. En dan... Wee! Glijbaan! En is dat een touw wat ik moet pakken? Ja. Oh, die was makkelijk. Ah, die was te makkelijk. Oké, we spelen nog een rope swing. Die laatste was veel te makkelijk. Eens even kijken wat deze doet. Deze laat me niet eens vallen. Mag ik los? Fuck jou! Oké, ik wil sowieso een keer een rope swing halen. Ik vind het leuke levels om altijd te zien. Ik heb er alleen nog nooit één gespeeld. Hè? Huh? Oh my god, maar dat is cool! Heel rustig laten zakken, armen naar achter. En jong. Oh nee! Op tijd loslaten. Bijna! What the fuck? Zijn armen kunnen letterlijk niks meer hebben nu. Is that how it goes? Works! I found a glitch in your system! I broke it! Zo, dat voor je! Nice finish! Oké, een jetwall. Die hebben we nog niet gespeeld volgens mij. Let's go. Volgens mij is de bedoeling dat ik door die jets heen ga. Oké, dit was makkelijk. Easy, hè? Ja, inderdaad. En joink! Come on! Oh god. Try this! Oké, I try it. I did it. En nu? Hard. I'm laughing my balls off. Oh crap. Oh crap. En yoink. Ik zei yoink. Yoink dan ook. Dankjewel. Come on. En yoink. Oh, ik zie de finish. This is the last one. Oké. Moet lukken. I will be the supreme master. It was easy. Ta-ta-da! En ik kan die oude man vermoorden. Heerlijk. Great. Nice. Next level. Oké, ik moet deze gooien. Oh, ik ben al veilig, jongens. Kijk dan, ik ben nog gewoon veilig. Niks aan handje. Well, fuck you too, then. Fuck you too. Oké, we gaan het nog eventjes afsluiten met een sword throw. Ik hou van dit soort levels. Ik hou van gooien met zwaarden. Moet je nooit doen thuis. Probeer het niet thuis na. Ik vraag me sowieso af of je 12 katana's hebt liggen. Maar oké. Kom aan, niet alles pakken. Gewoon één zwaard. Goed zo, he died. Net Dark Souls dit. Died. Doei! I was adopted! Nu ben je dood. Oké, kom aan. Yes! Nice! Next! Ik moet de kleine... Ik moet die spin vermoorden daar. Spider baby does whatever spider baby does. Ik heb geen idee wat hij doet, maar ik vermoord hem, want ik ben een bitch. Tada! Dit is spider baby en hij heeft me verslagen. Of niet, ik heb spider baby vermoord. Yeah! Oké. Jij bent makkelijk, fuck you. Ah, sensei son. Heb ik het zwaar nog steeds vast? Ja, oké. Mag nou als ik gewoon al die zwaar neem? Yikes! Hoe vermoord ik dan? Kijk, 2. Dat scheelt. En joink. Doei, spider baby. Oh, awesome. Oké. Nu. Jij. En je bent dood. En ik win. Ik ben awesome. Ik weet het. 100% awesomeness.
En dat was het voor deze aflevering van Happy Wheels. Vond je hem leuk? Dat vooral even een duimpje omhoog achter. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Wil je wel weten wie in onze video's uitkomen? Staat er een rode knop onder het filmpje met de tekst. Abonneer als je daarop klikt. Hoor je er automatisch bij. En dan zie ik jullie gewoon weer lekker terug in de volgende aflevering van Happy Wheels. Ik ben hartstikke blij dat ik hier een serie van kan maken. Dus beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Mazzel!